Verschillende jonge creatievelingen en artiesten uit de Achterhoek brengen in een video een ode aan de regio. De provincie Gelderland kwam met het initiatief voor de regio dus, om zo te laten zien dat er in verschillende streken voldoende talent zit. Het gaat vaak om jongens en meiden die veel al hun dingetjes produceren en maken op zolderkamers. Dus je ziet het niet echt eigenlijk. Je ziet het, ze blijven een beetje onzichtbaar. Maar juist door middel van dit soort projecten halen ze daaruit en komen ze naar voren. Spoken word artiest Amaron is een van deze artiesten die een podium krijgt in de video. Met de tekst die hij geschreven heeft wil hij een duidelijk beeld geven wat voor hem betekent om Achterhoeken te zijn. Nabeschap, rust, koppig zijn, hard werken. Er zijn zoveel eigenschappen die je op kan noemen. Maar het is meer een gevoel, het is meer herkenning van het Achterhoek zijn in iemand anders. En ook voelen dat je dat zelf bent. Dus dat is voor mij Achterhoeken zijn. Bij de ode aan de Achterhoek is muziek te horen van hip-hop formatie East Wave en is een kunst te zien van street artist Rosalie de Graaf. Het Drupop podium in Ulft is verbonden aan de regio en heeft gezorgd voor een goede samenwerking. Onze rol is eigenlijk om de zaak een beetje te coördineren. Het zijn allemaal jonge mensen en dat moet uiteindelijk tot één goed product worden opgeleverd. En daarvoor zijn wij erbij gezocht. Het ging vanzelfsprekend en dat is ook dat is nog zo'n eigenschap van de Achterhoek. Als we samen ergens onze schouders onderzetten, dan wordt het gedaan. Zowel Amaron als Raamaker hoopt dat de video helpt om ook onbekendere culturen in de Achterhoek, zoals de hip-hop en urban scene, te laten zien. Ik denk vooral dat cultureel gezien een stroming jongeren in beeld wordt gezet, waarvan we allemaal weten dat die er zijn. En die ook een stukje aandacht willen en kijken hoe we die cultuur binnen de Achterhoek ook verder kunnen gaan promoten. De video die woensdag wordt gepubliceerd is volgens de makers niet alleen bedoeld om hun eigen talenten te uiten, maar ook om de nieuwe generatie Achterhoekers te stimuleren. Dat je laat zien dat ook jonge mensen trots zijn op de Achterhoek en op hun streek en dat het niet altijd nodig is om hier weg te gaan om je geluk te zoeken, maar dat je het ook in deze regio juist kunt vinden.